dienst om de molenkast te draaien. Ja. Dus dat is vergelijkbaar met een wipmolen, alleen een wipmolen heeft een koker. Ja. En een wipmolen heeft maar een heel klein kastje, want ja, daar gebeurt het beneden. Ja. En hier gebeurt het boven. Oké. Okay. Dus de constructie van de wipmolen beneden is ook heel anders hoor. En ook maar het idee is een beetje gelijk daar vandaan gekomen. Maar hier heb je dus een massief paal. Daar de pen van de paal en hieronder heb je dus ook een zetel. En dat heeft een wipmolen net zo goed. Dus daar zit de zetel waar die ook op draagt. Ja. Kun je beneden beter zien. Hè? Dus, die wordt dus met schoren overeind gehouden. En ja. Daar staat hij helemaal op. Ja, ja. Dus ja. En hier wordt hij dus ook omheen gedraaid. Ja. Dus de standaard staat vast. En deze... Hier zit dus ook een steenspil. Ja. Nou, kijk, dit is de lange spil die rechtstreeks aangedreven wordt door de bovenas. En ja. Boven ligt de steen en die heeft maar een kort spilletje. Ja, zijn naam ontleent aan deze grote, dikke staalder. Dit is het centrale draaipunt waarover de kast de molen heen kan draaien. Die staalder, die standaard, die wordt ondersteund door binnen- en buitenstandvinken. Die zorgen dat de zaak omhoog wordt gehouden en dat die stabiel staat. De standaard is aan de bovenkant rond en heeft hier een vlak. En zodoende kan de zaak draaien om op de wind te zetten. Deze vlakken die smeren we ook. En op de slekken, daar draait die op. We smeren niet alleen de onderkant, we smeren ook de bovenkant. Dus dat wil zeggen dat we hier, deze hier, met een spatel erin gaan met groene zeep om hier dit oppervlak van de bovenkant van deze staander te smeren. Dat ik nu niet ga malen, ga ik de ronsel uit zijn werk draaien.
Laten en dit is mooi open. Ja, kijk, de blokken liggen hier, hè? Ja. Ja, ik zie het. En, ja, hier en dan wordt die ingelagerd. Ja. Pokhout zeker? Dat is pokhout, ja. Ja. En dan gaat er een poortstokje achter. Ja, en dan zit die klem. Ja. We gaan er de vak op leggen. Valt er zo in? Ja, dit is de vang, hè? Binnenvangstokje, een Unster, dat is ook een vrij unieke. En die hangt dus in de haak nu, maar als ik hem eruit trek. Daar gaat hij hoor. Huppakee. Er zit helemaal geen kracht in de wind, dat kun je zien, want hij staat gelijk stil. Ja, ja, ja. Weet je hoe zo'n wieltje heet? Nee. Het heet de varkenswiel. Het varkenswiel. Ja. Kijk, die draait nu vrij. Maar ik kan die hele as, kijk maar. Zie je het? Die kan ik optrekken met een hefboom. Ja. Nou, als ik dat nou doe, even heel rustig aan. Kijk, daar gaat hij. Nou erin en dan draait hij. Oh, dan hoef je het helemaal niks meer te doen. Nee, daar draait hij gewoon mee. Dus buiten de ketting. Is dat prachtig? Dan laat ik hem nou weer zakken. En zo laat u hem weer uit zijn werk gaan. Hij zakt vanzelf eruit. Ja. De zak eraan met het stuurtouw trek ik het varkenswiel omhoog, ik geef hem even een zetje en nu gaat hij helemaal automatisch op de wind, wordt de zak omhoog getakeld. Een houten as? Ja. Een houten as? Ja, die zijn er niet zo heel veel meer, houten as. Nee. Maar er zit wel een gietijzeren kop op, hè? Een gietijzeren kop, maar een houten as. Ja. Dus nu is nog het terugzakken van de. Ja, hier keer dus de steenwielichten. Met de bovenas. Ja, je doet dus wel zo'n steenreep, die dus net zo dik is als deze, die hangt beneden. Hier ja. Daar haal je om de steen heen. Dus je moet de steen eerst opwiggen. En dan haal je hem om de steen heen. En dan kun je daarmee met de as draaiend. Ja. En met de vang en heel voorzichtig kun je hem dus hijsen. Ja. Want als je die zo'n reep drie keer om de steen om de as heen slaat en je hebt maar heel weinig kracht nodig terwijl die draait. Ja, precies. Dus je moet wel rap wezen. Op zijn wrijving kun je hijsen. Ja. Heel makkelijk.